Helemaal. Vandaag een filmpje van de machinegebruik zelf, namelijk de scan en cut functie. De scan en cut functie is een functie waarmee je iets kan inscannen en meteen kan snijden. Dit kun je doen met stempels en dit kun je doen met andere figuurtjes die je al geprint hebt en dergelijke. Maar waar kun je het ook voor gebruiken? Dat zijn 3D-vellen. Ik heb hier 3D-vellen en ik weet niet waar deze vandaan komt, maar ik weet dat deze bijvoorbeeld van Ivona Creations is. Deze is van de vorige wintercollectie, geloof ik. Deze kreeg ik van mijn moeder. En ik vind deze zo schattig. Deze kreeg ik van mijn zusje, van mijn zuster. Sorry, ze is ouder dan mij, dus niet zusje. Ik ben zusje. Maar deze is met elfjes en aan de andere kant hier zat een draak. Die heb ik al uitgesneden. En ik heb hier nog een elfje met een eenhoorn en een elfje gewoon. Die kreeg ik omdat ik helemaal gek ben van elfjes en draken. Dus je zal vaak ergens op de achtergrond hier staan ook wat draakjes. Ik vind dat ontzettend lief altijd. Dus ik heb deze en ik heb dus van Ivona Creations deze met die hertjes en weet ik veel, bevertje of wat is het? Wasbeertje zal het zijn, denk ik. Een wasbeertje en een beertje en een hertje. Heb ik. En ik vond die zo lief, dus we gaan deze uitsnijden. We beginnen eigenlijk even met de elfjes, want die heb ik al gedaan. Een paar dingen voor het beginnen. Eén is, als je een mat gebruikt en je hebt een medium of een licht plakkende mat, gebruik een licht plakkende mat. Want dit spul is dun. Dus als je echt die originele bladen hebt, die je gewoon voor 20 cent of 10 cent zo koopt, die zijn flinterdun. Dus als je een sterk plakkende mat hebt, zoals ik, is het verdomd lastig om eraf te krijgen als je het al niet eraf krijgt. Dus als je een licht plakkende mat hebt, gebruik een licht plakkende mat. Heb je hem niet, dan moet je gewoon enkele geduld hebben en heel voorzichtig doen. Ik heb hem niet, jammer genoeg, dus ik moet het gaan doen met mijn eigen mat. Hij is al niet meer geweldig plakkend op het moment. Ik moet weer een nieuw laagje eroverheen gooien omdat hij weer gesneden is. Dus ik ga hem gewoon toch op deze manier doen. Ik pak even een schaar bij. Wat verstandig is, is om je snijvlakken die je gaat snijden zo klein mogelijk te houden. Dus als je het kan uitknippen, zeg maar, een deel, is dat wel aan te raden. Als je namelijk te veel krijgt, dan wordt jouw scanner een beetje in de war. En dan kun je het zelf ook op een gegeven moment niet meer volgen. Dus dit zijn er in dit geval zijn twee kaartjes, zeg maar, die je uit kan snijden. Dus ik ga het eventjes in stukjes delen. Ik kan zijn dat ik buiten het scherm knip, maar ik wil echt niet in mijn designs knippen. Dus sorry daarvoor. Ik heb deze drie bij elkaar. Zo. En ik knip deze bij elkaar. Ik probeer eigenlijk ongeveer drie bij elkaar te snijden, knippen. Nou, dat gaat hier niet heel makkelijk lukken, want ze is heel druk daar. Dus ik pak deze zo hoekje om. Niet in de jurk. Ik ben zo blij dat er machines zijn die knippen, want ik en knippen. Ik kan echt niet knippen. Als jullie misschien wel eens opgevallen, is het ook al voor mij heel moeilijk om mijn handen stil te houden. Dat heb ik heel vriendelijk geërfd in mijn familie. En ik heb dus twee of drie stukjes van drie. Hier dan vier, maar van drie figuurtjes. En wat we gaan doen is we plakken er gewoon eentje op de mat. Dus we beginnen bij het begin. We beginnen met deze. En die plak ik op mijn mat. En ik ga even kijken of ik een stukje heb waar niet de mat al gesneden is. Dus hier is het namelijk gesneden. Hier ziet hij er nog de mat redelijk netjes uit. Dus ik plak hem hier. Plak hem dus, ik zal even instoelen. Ik plak hem dus aan deze kant op mijn mat. Dat is meer omdat ik weet dat hier niet beschadiging moest. Dus hier is mijn mat een stukje beschadigd van mijn folie. Dus daar wil ik hem niet hebben. Ik heb hem erop geplakt. Ik plak niet de andere drie erop. Dat komt zo meteen wel. Ik doe het lekker in etappes. Beter in etappes doen en goed opletten wat je doet, als dat je in één keer veel te veel doet. Oké, dit is klaar. En gaan we even naar de machine toe. En de klep los doen. De klep is nog niet dicht. Op de machine zelf heb ik nu nog iets openstaan. Nou, we gaan even naar het huisje toe. Druk op oké. Okay. Dan kom je in dit scherm. Normaal gesproken kiezen we eigenlijk altijd voor patronen. In dit geval kiezen we voor scannen.
En daarbij heb je een paar opties. Je hebt direct scannen, scannen om te snijden en scannen naar USB. Als je scannen om te snijden en scannen naar USB doet, dan gaat dit opslaan op jouw machine. En kun je het later nog een keertje snijden. Als je figuurtjes overtrekt, is dat wel interessant om dat te doen, zodat je die figuurtjes opnieuw kan gebruiken. Bij deze 3D-vellen heeft het totaal geen nut om te doen. Dus we kiezen meteen voor direct snijden. Ik ben mijn pennetjes verscholen, weer kwijt, hier ligt die. Dus we klikken voor direct snijden. En dan vraagt hij waar je het gescande afbeelding wil neerzetten. Nou, ik doe gewoon op machine, want ik heb het verder niet nodig. Dus hij mag het ook gewoon lekker veilig aan het eind. Dan gaat hij mij vragen in wat voor kleur ik wil werken. En of ik in kleur en zwart-wit wil werken. Je kan dan ook hier bij herkenningsmodus de kleur aanpassen naar, als ik op het dingetje druk hier, naar zwart. Als jij zwart-wit dingen hebt, of waar maar twee kleuren in zitten in principe, kun je hem op zwart zetten en geeft hij een beter resultaat. In dit geval heb ik heel veel kleuren, dus ik hou hem echt op kleur staan, want dat is wel verstandig. Dus ik druk op oké. En dit is klaar, dus ik kan mijn mat in gaan laden. Dat ik nu op oké druk, dan zegt hij plaats mat. Dat gaan we eerst even doen. Dus ik zet jullie weer even neer. Ik kreeg al de vraag hoe het er komt dat steeds de camera omvalt. Nou, ik heb mijn camera op een driepoot staan. Die driepoot is niet helemaal jovel meer, waardoor de pootjes af en toe wegglijden. Waardoor die dus aan de wandel gaat. En ik stoot nog wel eens ergens tegenaan. Dus ik heb de mat er tegenaan liggen en dan druk ik op de knop van mat inladen. Daar laat hij de mat in. En vervolgens druk ik op de mooie groene knop die is gaan branden. En dan scant hij mijn afbeelding in. Nou, wacht eventjes. Ik hou mijn achterlap er even vast, zoals altijd. Daar komt hij weer terug. Nou, we gaan kijken wat hij op het scherm heeft. Op het scherm toont hij een soort vierkant met van die pijltjes omheen. En met die pijltjes geef je aan welk gebied je wil gaan snijden. Nou, we willen dit gebied snijden, waar de elfen zitten. Waarom maak ik hem klein en laat ik hem niet zo groot mogelijk staan? Omdat hij allemaal dingen op de mat ook gaat zien. En snel, allemaal vieze dingetjes van je mat, zeg maar, denkt hij dat hij moet gaan snijden. Omdat hij zo gevoelig is met lezen, zeg maar, dat hij dat gaat doen. Dus dat willen we niet. We willen echt gewoon het gebied met de elfen. Hoe kleiner je het gebied maakt, hoe makkelijker het is om te werken. Dus zorg dat je pijltjes een beetje in de buurt komen van waar je aan het snijden bent. En dan druk je op oké. Dan gaat hij het verwerken. En hoe groter je afbeelding en hoe meer details die heeft, hoe langer die erover doet. Dan zijn dit er drie, dus op zich valt dat nog wel mee. Als je straks wat dingen gaat aanpassen, kan het zijn dat hij nog langer erover doet. Hij is klaar en dan zie ik hier al wat het zwarte lijntjes waar hij zou gaan snijden. En ik ga even inzoomen naar mijn design toe. En ik zoom altijd helemaal in, zodat ik lekker alles goed in detail kan zien. En dan ga ik even kijken wat hij gaat snijden en of ik daar tevreden mee ben eigenlijk. Dan zie ik dat hij hier heel netjes het elfje uitsnijdt. Dat is helemaal goed. Hij heeft hier een randje van papier gevonden. Nou, dat willen we niet. Dus die moeten we zo meteen weghalen. Dan hebben we hier nog een elfje zitten. Ik kijk even op mijn papier. Ja, ook die is redelijk goed. Dan hebben we hier ook een randje van papier, dus die mag ook zo meteen weg. En dan hebben we hier de hele grote. En ook die vind ik eigenlijk wel goed. En hier zit ook nog een restje papier wat je heeft gezien. Dus ik ben eigenlijk wel tevreden. Stel je bent niet tevreden, dan kun je de kleur ophogen. En dan druk je op voorbeeld. En dan gaat hij weer opnieuw bewerken. En dan gaat hij opnieuw de lijnen proberen te herkennen en kijken wat hij er dan van maakt. Hoe hoger die staat, hoe meer detail, hoe lager die staat, hoe minder detail. Dus als we nu gaan inzoomen, dan zou hij iets meer detail moeten hebben gevonden. Nou, hij zat al redelijk goed, dus hij zal niet veel meer vinden dan dat hij al vond. Behalve dat ik hier volgens mij nog wat extra lijnen in één keer erbij heb gekregen. Valt dat mee? Oh ja, dat valt mee. Ja, er zit geen groot verschil tussen deze en de vorige, omdat het, ja, de herkenning al redelijk goed was. Maar mocht je het gevolg hebben dat hij niet lekker toont, zeg maar, of dat je rare lijnen hebt, speel met deze waarde en kijk op oké, een voorbeeld weergeven, hoe die eruit ziet. Net zolang totdat je tevreden bent. En ik ben tevreden met zoals je nu staat, dus ik druk op oké.
Dan kun je nog hier aangeven met dit icoontje dat hij een zoveel millimeter naar buiten gaat snijden. Je kan er nog een figuurtje aan toevoegen. Dat gaan we allemaal niet doen, omdat het een 3D film is, wil ik absoluut geen witte randje eromheen. Dus ik druk gewoon op oké. Dan gaat hij het verwerken en dan geef je het standaard scherm weer ongeveer wat je krijgt als je gaat snijden. Maar ik heb nog dingetjes erop staan die ik weg wil hebben. Nou, dat kun je doen als je in dit schermpje zit, om toe op dit icoontje te drukken. Dat is rechtsonderin waar het matje staat met die figuurtjes erop. Daar klik ik op. En dan gaat hij met mijn rode, met de rode omleiding, geeft hij aan welke plaatje geselecteerd zit. Nou, dit is mijn 11, dat is duidelijk. Dus die mogen we lekker laten zitten. Gebruik ik deze toetsjes, dan gaat hij naar het volgende figuurtje. En dan vindt hij hier dat zwarte, of dat stipje hier. En dan die mag weg. Dus dan druk ik op het verwijderen. Want die wil ik niet gesnijd hebben. Want als ik dat ga doen, snijdt hij waarschijnlijk ergens in mijn mat. Dan gaan we naar het volgende. Nou, dat is weer een 11. Dat kan ik duidelijk zien. Dus die hoeft ook niet. Dan gaan we weer naar de volgende. En dan komt hij het lijntje aan de linkerkant tegen. Nou, die mag ook weg. Dan hebben we weer een 11. En nog een 11. En nog een lijntje. Die mag weg. Oké. En zo heb ik maar 3 figuurtjes over. En dat zijn mijn 3 11. Als je wil kun je hier ook nog een testsnede maken, maar dan gaat hij alles verwijderen. Dus eigenlijk als je echt wil testen, moet je van tevoren even een testsnij maken. En dan ga je pas inscannen en snijden. Nou, ik hoef dat niet te doen, want ik heb het al gedaan. Want ik heb mijn snijden op 0 staan. Echt 0, 0, 0, 0, 0. Liefst nog min als het moet, als jouw machine niet... Nee, daarom zeg ik, begin echt met een testsnede, want dit spul is zo dun, je snijdt echt door je mat heen. Dus zet hem zo laag als hij kan. Druk op oké. En mijn mes, ik had een discussie met iemand op het forum over hoe de mes hoort te staan. En zij bleek hem heel ver naar beneden te hebben staan. Ik moet mijn mes altijd op 5 zetten, wil ik door het normaal papier heen snijden. Als ik dat niet doe... bij een wat gebruikte mesje, als ik dat niet doe, kom ik er gewoon niet doorheen. Bij dit papier komt 3 staan en dan snij ik eigenlijk al zo'n beetje door mijn folie heen. Dus probeer deze echt zo laag als dat die kan neer te zetten. Als jij echt een mesje hebt wat heel snel al snijdt, zeg maar, hou dan zelfs misschien maar 1 aan. Je moet hem eigenlijk bijna niet zien, het mesje natuurlijk. Maar nogmaals, testen. Voordat je hele gekke gaat dingen doen, van laag naar hoog werken en dan 1 voor 1 gewoon stukjes testen. Nou, ik heb dit al getest. Met 3 kom ik er doorheen en met snelheid 1 en druk 0 is hij helemaal prima. Niks mis mee. Dus ik ben tevreden met hoe die staat en ik kan hem gaan snijden. Dan ga ik jullie eerst even neerzetten, omdat ik mijn design wil gaan in de gaten houden met snijden. Normaal gesproken spoel ik dit altijd voor jullie door, maar dat ga ik nu even niet doen. Ik vind het namelijk altijd heel risky om hier niet bij te zijn. Wat ik ga doen is, ik ga drukken op de knop dat hij moet gaan. Het is net buiten beeld, maar hier druk ik op mijn knopje dat hij mag gaan. En wat ik ga doen is, ik ga met mijn vingers kijken of hij het volgt of hij doet wat hij moet doen. En dan moet je wel opletten dat je vingers niet onder de kop komen. Dat doet best wel zeer. Maar ik hou gewoon even in de gaten dat hij niet dubbel gaat. En dat mijn papier niet aan de wandel gaat. Je ziet, ik moet af en toe heel snel zijn om mijn handen weg te halen. En die grote vlakken geloof ik wel. Dit is allemaal niet zo schokkend, die hele grote. Maar deze, die beentjes... ik wel goed doen. Dus ik hou dat echt... Ik zit soms met mijn neus bovenop de machine om te kijken of hier alles netjes snijdt. Oeh, de mat duwt de camera omver. Nou, dit ziet helemaal goed uit. Dus ik ben helemaal tevreden. Wil ik het van de mat afhalen, moet ik mijn spatel gebruiken. Niet nagels, niet vingers. Je trekt je papier helemaal kapot. Echt met je spateltje. Dus we gaan de mat eruit drukken. Ik ga jullie even iets aan de zijkant zetten. Hij zegt ook als je het papier verplaatst, als je hem eruit haalt, zeg je dat als je het papier verplaatst, het design niet meer klopt. Nou, dat weten we. Maar we zijn klaar met snijden, dus we zijn tevreden. Dus we kunnen het eraf gaan halen. En wat ik al zei is echt met het spateltje.
En heel voorzichtig doen. Want anders krijg je hem er niet af. Nou, dit is perfect. Ik zit hier een stukje, ik zie dat zo uitgesneden. Even kijken. Oh, dat is interessant. Hij heeft hier een wit stuk uitgesneden. Waarom hij dat heeft gedaan, weet ik niet. Maar voilà. Ik haal heel voorzichtig het wit eraf. Dat is allemaal in orde. Dan komen we bij de laatste elf. Ook hier met de vinger vasthouden. Hier met de voetje. Ik doe echt heel rustig aan. Nou, Jan levert lol. Ik heb niet alles eraf gehaald. Want hier zit nog steeds wit. We proberen er toch met het mesje, het pateltje onder te komen. Ja, dat lukt. Oké. Nou, ik heb al het wit eraf. Dus nu kan ik mijn designs eraf gaan halen. Dit moet je ook heel voorzichtig doen. Dus ik probeer altijd de mat zo ver mogelijk te buigen. Kijken of ik mijn spateltje eronder kom. Oh, hij komt zo verstandig los. Nog beter. En we gaan met het spateltje. Wat ik met het spateltje doe, is de mat naar beneden drukken. En ik haal zelf heel voorzichtig het design omhoog. Ik probeer, sorry, binnen de camera te blijven. Nogmaals, dit spul is zo teder, dus doe het echt rustig aan, want je scheurt je hele papier kapot. En je gaat hier al bijna kapot. Dat ik gewoon te snel wil om het videootje af te ronden, want dus zitten jullie te kijken naar hoe ik een design van een mat op zit te pielen. Dat is ook niet heel interessant. Het gaat echt stapje bij beetje, niet sneller als dat moet. Allemaal anders scheurt hij. Tadaa, kijk toch. Waarom hij dit heb gedaan, weet ik niet. Hij heeft hem gewoon ook zo niet gesneden. Nou, wat we kunnen hier doen, is hier gewoon zelf met een mesje even langs snijden. Dan gaan we het andere elfje doen. Die hoort bij de andere dingen. Kijk of ze de voeten wil loslaten. Nee, dus. Ik wil niet op een punt beginnen, want dan beschadig je meestal. Dus, oh, ze is nog wit. Dan zit hier nog wit spul. Toch niet alle wit eraf. Kijken of ik hem te pakken kan krijgen. Natuurlijk niet. Oh, kijk, hier komt de elfje los. Nog mooier. Elfje komt zelfstandig los hier. Dus hier weer, ik pak hem vast. En ik pak mijn spatel. En ik duw met mijn spatel de mat naar beneden. En design omhoog. Heel voorzichtig. Gewoon met de spateltje ertussen. Als je geluk hebt, heb je je mat niet meegesneden. Ik wel dus. Dus hij gaat met folie en al mee vandaag. Kijken of ze de folie wil loslaten. Zo, ja. Ga maar los. Mag. Ja. Zo. En dan zie je dat folie loskomt. Maar dit vind ik altijd heel eng. Want dit is heel. Tadaa. Nou, dit moet je wel natuurlijk even goed vastlijmen als je het op papier gaat doen. Maar kijk dan. Hoe netjes. Ik zou hem hier nog een beetje kunnen bijsnijden met mijn eigen Stanley mes. Als je het helemaal precies wil hebben, moet je echt met die kleuren spelen. Want ik zie dat ze nog best wel veel wit heeft. En dat betekent dat ze nog meer kleuren moet herkennen. Dus dat het kleurenaantal omhoog moet eigenlijk. Zo, en dat is de volgende. Dat zijn er drie uitgesneden. En eigenlijk wat ik ga doen is ik pak gewoon de volgende design. Dat is deze die ik te pakken heb met de 5 design. Of 4 poppetjes erop. En wat ik ga doen is ik plaats deze op de mat. En ik doe eigenlijk het hele rieltje nog een keertje. Ik plaats hem netjes op de mat. Ik doe mijn mat naar mijn machine toe. Ik laat mijn mat in. Hij zegt nog. Dat snijden voltooidjes. Ja, dat wisten we. Oké, kom hier op mijn scherm uit. Ga naar het hoosje. Druk op oké. En ik druk op scannen. Direct scannen. Mijn machine. Kleur. Klopt. Scannen. En zo gaat hij door totdat ik het helemaal heb. En ik heb een klein voorbeeldje hoe het uiteindelijk wordt als je het helemaal klaar hebt. Jawel. Dit is dan het resultaat als je het helemaal hebt verwerkt. Ontzettend tof toch? Geen mesje meer zelf gebruiken. De machine doet alles voor je. Met stempels ook. Dat is helemaal ideaal joh. Geweldig. Nou,
Hopelijk heb je wat aan deze uitleg. Mocht je vragen hebben, laat even een berichtje achter. En hopelijk tot gauw. Doei doei.